Er heeft in de bezettingsjaren 1940-1945 op de Drentse Hei een Joodse stad gestaan van 100.000 inwoners. Dat was het kamp Westerbork, waar deze Joden gewoond hebben, indien men onder wonen verstaan wil, vertoeven met al hun aardse bezittingen bij zich. Zij verbleven daar soms enkele uren, enkele dagen, enkele weken, enkele maanden, een kleine bevoorrechte groep enkele jaren lang. Zondag 30 mei. De Joden zitten hier in Westerbork als Job op de mesthoop, haveloos. Een kostuum en wat onderkleren om bij dag, een deken om 's nachts de schamele leden te bedekken, een paar schoenen, een pet, een mes, een lepel en vork, een beker, maakt hun hele bezit uit. Deze woorden zijn ontleend aan een buitengewoon merkwaardig document en wel aan het dagboek dat Philip Mechanicus heeft bijgehouden in het kamp Westerbork. Philip Mechanicus was voor 1940 jarenlang verbonden geweest aan het Algemeen Handelsblad, onder meer als reisreporter. Zo heeft hij reisreportages gemaakt over de Sovjet-Unie en over Palestina, thans Israël. Zaterdag 29 mei. Ik heb het gevoel alsof ik als officieel reporter een schipbreuk versla. We zitten samen in een cycloon, voelen langzaam het lekgeslagen schip zinken en trachten nog een haven te bereiken. Maar deze haven lijkt ver weg. De hele dag ben ik bezig, verveel me geen ogenblik, kom soms haast tijd tekort. Ik schrijf een groot deel van de dag. Soms begin ik al 's morgens vroeg om 5:30. Soms ben ik nog bezig 's avonds na bedtijd om mijn indrukken en belevenissen van de dag samen te vatten. U hoort dat Mechanicus ook in Westerbork als reporter, als verslaggever, ik zou willen zeggen als oorlogscorrespondent, gewerkt heeft. En dat was van eind mei 1943 tot eind februari 1944. En dat op een terrein van een 500 bij 500 meter. Dat kamp Westerbork, moet u weten, dat was geen Duitse schepping. Dat was opgericht door de Nederlandse regering en wel in 1939. Om daar een aantal Duitsers te herbergen, Duitse vluchtelingen, Duits-Joodse vluchtelingen, die hun land hadden verlaten uit angst voor het bewind van Hitler. Toen die oprichting van Westerbork in de Staten-Generaal werd besproken, gewaagd al een van de leden van een barre, troosteloze vlakte, een van de ellendigste plekken in ons land, een van de onherbergzaamste plaatsen die in ons land te vinden zijn. U moet bedenken, een kale, winderige vlakte, ontzettend vochtig, en daar staan die afschuwelijke barakken waarin de Duitsers hun Joodse slachtoffers hadden gedeponeerd. Ja, kijk, in depot, ziet u, dat is het woord dat Mechanicus trouwens zelf aan zijn dagboek heeft gegeven, het dagboek dat in deze dagen bij Polak en Van Gennep het licht heeft gezien. De Duitsers hielden die mensen daar als een soort voorraad. Elke week lichten ze daaruit een lading voor de trein die deze ongelukkige moest voeren naar Polen. Ja, naar Polen, naar de gaskamers in Polen, zoals wij tegenwoordig weten. Vrijdag 30 juli. Gisteravond avondelijke tocht door het kamp in het donker. De boulevard des Misères leek een soort kalverstraat. Giechelende meisjes gearmd tussen bedaarderwandelaars die een hoekje ommaakten. In het midden van het kamp een machtige schoorsteen, reikend naar de lila hemel. Aan de ene kant van het kamp theepartijtjes, aan de andere kant schimmige vrijende paadjes als katten over de heide sluipend. In een der straatjes jazzmuziek van het cabaretorkest, Bei mir bist du schön, in Duitsland streng verboden wegens de Jiddische inslag. Net als een stadje in Midden-Amerika, midden in de prairie waar de cultuur zich voor het eerst presenteert. Zondag 29 augustus. Bezoek aan barak 73 waar de gedoopte Joden huizen. Geluisterd naar een preek van een dominee. Het auditorium, mannen en vrouwen op banken. De gezangen werden begeleid door harmoniummuziek. De dominee wierp de fakkel van de strijd in het kamp der Joden. Hij had tot tekst van zijn preek de toespraak van Jezus tot de Laodicensen gekozen. Kies, heet of koud, geen lauwheid, geen kleurloosheid, geen smakeloosheid. Zijn auditorium vermaande hij, geen hinken op twee gedachten. Komt er rond vooruit, bijvoorbeeld wanneer je in de aardappelkeuken wordt gehoond, dat je in barak 73 woont. Trotseer het wanneer men smalend van u zegt, een slechte Jood is weggegaan, er is een slechte Christen bijgekomen.
Al deze gedoopte Joden ontvingen met dichte ogen en gebogen hoofden als overtuigde christenen de zegen van de Heer via de mond van de dominee. De dominee predikte met bijna dezelfde zalving als een dominee van huis uit. Ik wreef mijn ogen uit. In een kamp voor Joodse slaven in Spe deze grote groep gedoopte in gebed verenigd te vinden en de voorganger een uitdaging te horen richten tot de Joden die hun oude geloof behouden hadden en de gedoopten als verraad, als een wonde in hun midden beschouwden. Zo fel als de verhouding tussen Joden en gedoopte Joden kan geen andere verhouding tussen geloofsgroepen zijn. Het is tragisch deze verdeeldheid in een periode van zware beproeving te aanschouwen. Een verdeeldheid die wordt geaccentueerd omdat de gedoopten op één hoop zijn gedreven, maar tegelijk begrijpelijk in een wereld waarin een archaïsch geloof botst met een levend geloof dat niet kon nalaten tot het geweten en de harten van Joden te spreken. Nu hebt u zich intussen wel rekenschap van gegeven dat we nog een tweede onvervangbare document van dit kamp Westerbork bezitten, en wel de film die op last van de kampcommandant er is gemaakt. Die kampcommandant, dat was een soort verlicht despoot, zou je kunnen zeggen, die de geschiedenis van dat kamp in een film wilde vastleggen. En het spreekt vanzelf dat die film een idyllisch beeld geeft van de samenleving aldaar. Vrijdag 23 juli. De Obersturmführer loopt met plannen rond. De geruchten als zou Westerbork op het bestaande niveau als arbeidslager worden geconsolideerd, nemen vastere vormen aan. Een bepaald aantal bijeengelegen barakken is aangewezen voor de industrie. Metaalbewerking, lompensortering, confectiebedrijf. De resterende bewoners worden geconcentreerd in een bepaald complex barakken. De commandant meent, zo heeft hij gezegd, dat Joden die de hele dag werken behoefte hebben aan ontspanning. Mijn Joden, zoals hij zegt. Sedert kort heeft hij daarvan praktisch blijk gegeven door een symfonieorkest dat later werd veranderd in een cabaret dat nog altijd geregelde voorstellingen geeft. Alleen is intussen de Arische muziek die aanvankelijk werd toegestaan weer verboden. Nog slechts Joodse muziek is toegelaten. De grilligheid is duidelijk herkenbaar. De commandant verschijnt nog geregeld in het cabaret waar hij zit te schudden van de pret, zich op de knieën slaand van plezier. Maar applaudisseren doet hij niet. Dat is het beeld dat de film onder andere u opdringt, maar u begrijpt wel dat er ook een andere voorstelling bestaat, en wel van onze verslaggever, die nauwkeurig alles opschreef wat hij dag in dag uit vele tientallen dagen daar waarnam. En dan moet u eens luisteren naar het verhaal door mechanicus gemaakt van een doodgewone dag in Westerbork. Donderdag 5 augustus. De dag begint met vermoeienis. De nacht is onrustig. De vlooien pesten me. Mijn lichaam is bedekt met cirkelvormige roze plekken met in het midden een rood stipje. Keurig gedaan voor zo'n vloo. Vakmanschap. Tegen 6 uur pantoffelparade. Een eindeloos geschuifel van geschoeide voeten van een 300 man die loom en slaperig naar het washok sjokken. Sjok, sjok, klos, klos. Gedrang en geduw om de 3 wc's. Gedrang en geduw om de waskranen boven een langgerekte gootsteen van mannen die zich moeten scheren en wassen. Gebrek aan ruimte om zijn voorwerpen neer te leggen, zijn kleren, zijn handdoeken op te hangen. Vieze, modderige grond met plassen. Ruzietjes. Bij gebrek aan ruimte zich kleden op de bedden. 10, 12 mensen schuiven en jongleren om 1 kleine vieze tafel met hun dozen, bekers, flessen. Onophoudelijk va-et-vient in de gangetjes tussen de bedden van de bewoners, van hun vrouwen die in de andere vleugel van de barak huizen. Om 8 uur geschreeuwd bevel, iedereen uit de barak, schoonmaak, weggejaagd uit zijn huis. Wie niet bij een werk is ingedeeld, wie niet ziek is, moet maar zien dat hij 2 uur zoek brengt. Of de zon brandt, of het stof rondstuift, of het regent, daarmee heeft de schoonmaak niets te maken, dus eruit. Doelloos gelummel in de portiek voor de barak. Wie een boodschapje kan bedenken, doet een boodschapje. Wie er geen heeft, draait in een kringetje rond. Herkoudt met zijn medemens de politieke bespiegelingen van de vorige avond, uit verveling. Of vertelt een afgezaagd historietje. Of klaagt dat hij slecht geslapen heeft, enzovoort. We zijn met ons allen zielig,
zo in onze onbehuisdheid ronddolend. Er leven in zo'n barak duistere existenties van mannen en vrouwen die niet zijn ingedeeld bij een of ander bedrijf, ondanks het strenge bevel van de Obersturmführer dat een ieder moet werken. Wandeling. Iedereen kent na een zekere tijd iedereen in het kamp. Om de 10 passen een vriend. Hebt u nieuws? Hoe lang denkt u dat de oorlog nog duurt? Tegen de een. Is morgen afgelopen. Tegen een ander. Nog een jaar minstens. Men zou willen zeggen stik, maar moet wel levend blijven, anders krijgt men een slechte naam. Dat is niet goed voor iemands naam. Op zondag kan ik tenminste nog antwoorden, vandaag is het zondag en spreek ik niet over de oorlog. Op zondag is er trouwens geen nieuws. Men zou wensen dat er geen oorlog was, alleen al om er niet over behoeven te praten. De meesten denken dat er niets anders is om over te praten dan de oorlog. Slenter om de buitenkant van de stad naar huis terug. Val met mijn neus in een relletje, over het gebruik van de ene kachel, over het openzetten of het dichtdoen van een venster, over de was, over God weet wat niet. De mannen stromen van het werk terug voor het middageten met grote appetit. Etenskaart halen, in een rijtje staan. In een grote schaal een minuscuul portie aardappeltjes in de schil. Een scheutje goulash op zijn Hollands toebereid. Pellen. Resultaat, koude portie patatten gedompeld in koude goulash. Afwas met koud water. Potje, pannetje, mes, vork, lepel, alles blijft vettig. Rechts en links gekwek van een vrouw die nog naraast over een ruzietje van gisteren. Of een nieuw ruzietje begint. Van 2 zogenaamde zieken die van bed tot bed een gesprek liggen te schreeuwen. Van een jonge man en zijn verloofde die boven op bed zijn geklauterd en liggen te giechelen. Van een groepje mensen dat politiseert of kaart speelt en temperamentvol nakaart. Of iemand is ergens bezig met het inslaan van spijkers. Of iets anders dat lawaai maakt. Het lawaai is permanent. 'S middags komen de vrouwen, familieleden, vrienden op bezoek. Cacafonie van stemmen, zoals het gesjirp van een leger krekels in een tropisch oerwoud. Hard, schril, doordringend. Als de mannen van het werk thuiskomen, gaat het crescendo. Gedrang als in een bazaar. Lawaai als in een papegaaienlaan in Artis. Als de dagbladen binnenkomen, barst opnieuw een lawine van politieke en militaire bespiegelingen los. Vlak, zonder bezinning. Luid, lawaaiig. Tot 10 uur. Tot 11 uur. Voordat het rumoer gedoofd is, iedereen stil en rustig ligt, is het 11:30. De volgende morgen staan de mannen loom, lusteloos op. Ziet u, dat was nou 1 doodgewone dag in Westerbork. Een doodgewone dag. Maar bedenk vooral, er waren ook andere dagen. Andere dagen. 1 keer per week, de dinsdag. De dinsdag, de dag van het gevreesde transport. Dinsdag 8 juni. Men kan hier geen trein meer zien. De een zonder te vloeken, de ander zonder te walgen, een derde zonder te snikken. De trein gaat martelend en folterend geregeld. Nooit is hij te laat. Nooit wordt hij door een bom getroffen. Waarom laat de voorzienigheid ons in de steek? Vele malen heeft mechanicus zo'n dinsdag voor ons beschreven. Het was elke keer weer anders. Het was elke week weer hetzelfde. Dinsdag 1 juni. De transporten blijven walging wekken. Ze geschieden in werkelijkheid in beestenwagens die bestemd zijn voor het vervoer van paarden. De gedeporteerden liggen ook niet meer op stro, maar tussen hun eetzakken en kleine bagage in op de blote vloer. Nu ook de zieken, die de vorige week nog een matras meekregen. Ze worden omstreeks 7 uur aan de uitgang der barakken verzameld door rodeers en in rijen van 3 naar de trein gebracht, aan de boulevard des Misères, midden in het kamp. De trein. Een lange, schurftige slang van oude, smerige wagens die het kamp in 2 scheidt. De boulevard, een verlaten oord afgezet door odeers om overtollige belangstellenden te weren. De bannelingen, beladen met een broodzak die met een band aan de schouder bevestigd over de heup hangt en 1 opgerolde deken die met touw aan de andere schouder bevestigd aan de rug zwalkt. Schunnige landverhuizers die niets anders bezitten dan wat ze aan hebben en wat aan hen hangt. Mannen, stil, strakke gezichten. Vrouwen vaak snikkend. Oude vandaag strompelend,
vooruitvallend onder de last over de slechte weg, soms door modderpoelen. Zieken op baren, getorst door rodeërs. Op het perron de commandant met zijn gevolg, grüne Polizei, dokter Spanier, de chef-arts in eenvoudig grijs civiel, Schlesinger, het hoofd van de registratie, luizig gezicht, strookkleurig haar waarop een platte pet. Terzijde van de trein artsen die zich gereed houden voor het geval zieken hulp behoeven. De ballingen die de trein door afzettingen heen naderen, worden door gereedstaande OD'ers, tegenwoordig ook NB'ers, omsingeld, ten einde ontvluchting te verhinderen en geteld volgens een van de barak meegekomen lijst en gaan regelrecht de trein in. Wie aarzelt, wie treuzelt, wordt geholpen. Soms aangedreven, soms geduwd, soms geslagen, soms gestompt, soms met de laars overtuigd, regelrecht de wagen ingetrapt, zowel door de grüne Polizei die de trein begeleidt, als door OD'ers. Luidruchtigheid, zenuwtoevallen zijn ongeoorloofd, maar komen voor. Lammen, doven, blinden, maagleiders, imbecielen, dementen. Alles op de naakte grond, tussen en op de bagage, dicht op elkaar geklit. 1 ton. 1 tonnetje voor al deze mensen in de hoek van de wagen, waar ze devant tout le monde hun behoefte kunnen doen. 1 tonnetje dat te klein is voor zoveel mensen. Een zak zand ernaast, waaruit ieder een handje kan grijpen tot het bedekken van het funsje. Wie niet nog in de barakken aan vrienden en bekenden zijn laatste eigendommen heeft weggeschonken of in bewaring gegeven, poogt ze, indien hij daarvoor de kans ziet, uit de trein te werken, soms in flarden. De fluit gilt, meestal omstreeks 11 uur. Zij gaat alle in het kamp door merg en been. De schurftige slang schuifelt met gevulde ransel weg. Iedereen in het kamp maakt een kotsgeluid als hij over transport wat zeggen wil. 3050 man zijn vandaag vervoerd. Rotstemming in het kamp. Op dinsdag, 15 maart 1944, stond de trainer voor mechanicus zelf. Men voerde hem eerst naar het kamp Bergen-Belsen en vandaar op 9 oktober naar Auschwitz. Blijkens een tweetal getuigenverklaringen is hij daar op 12 oktober 1944, 55 jaar oud, doodgeschoten.